En Gosting is bijna van de oprichting af lid. Hij was als 14-jarig jongen, ik ben hier bij Emos lid geworden. En nog steeds een zeer trouw lid. En sinds zeer kort onze ambassadeur. Dat hebben jullie vrij onlangs kunnen lezen in de krant. Want hij deed een voorspelling die wij als bestuur, ik ben, wel hoopten, maar niet verwacht had. Hij zei, de zaal wordt hartstikke vol. En dat blijkt ook vanavond. En dat vind ik toch wel een applaus voor het publiek. We mochten ik weer Henk daarom ook een gouden medaille opspelen en hij kreeg een herinneringstrofee mee naar huis. De tweede jubilaris was Dix de Braker. Hij was 35 jaar lid. Daar kwamen we gisteravond achter. Wij als bestuur hadden ik weer een. De boeken is nagelezen en we konden niet verder komen dan 30 jaar, maar hij zei 35 jaar. En ja, dat moeten we ook maar halen. Dus Dix de Braker is 35 jaar lid van Emos. Graag nog eens. Hij kreeg de zilveren medaille en ook een herinneringstrofee. De derde jubilaris was Anton Hofmeijer. Anton Hofmeijer is mij verteld, ik weet dat hij was ook zo'n beetje 14 jaar toen hij bij Emos kwam. En hij doet het nog goed mee, ook een zeer trouw lid die bij elke repetitie aanwezig is. Hij kreeg ik weer de bronzen medaille en de herinneringstrofee. Gaan we voor alle drie jubilarissen nog een applaus. Thank you.
Thank you.